Spanje, dubbelpoli, hospital. Een monstertje 3. Monster Schwarzkopf. Gebouw bij Schwarzkopf uit mooie Duitsland. Helaas bestaat het bedrijf al niet meer, maar Schwarzkopf is toch wel een bedrijf die bekend staat om de hele mooie achtbanen. Hele mooie kerstattracties uit de tijd van vroeger. Echt een beetje back to the 80s, 90s. Dat ze deden bouwen en daar komt deze dus waarschijnlijk ook vandaan. In ieder geval, ja, deze is wel leuk in de rit en show. Maar als ik toch echt ga kijken naar uitstraling, is de Power Police van vader toch mijn favoriete. En komt deze met een ritshow en uitstraling toch wel op een mooie tweede plek staan. Ja, we gaan er zo meteen lekker een rondje op maken. Ik ben niet alleen ingestapt, maar ik ben Eduard. Dit is namelijk iemand die ik ken vanuit mijn vriendenkring van de kermissen of van de pretparkwereld. Maar wij gaan dus lekker een rondje zuur zwaaien, tempo draaien en als het misschien lukt, hem in de spin brengen. Maar dit zijn nieuwere gondels, dus ja, dat is dan volgens mij best wel lastig. Het is me eens een keertje gelukt tijdens een van de corona-campsen in Den Bosch. Maar ja, toch heb ik liever de oude Schwarzkopf gondels die deze vroeger heeft gehad. En die bijvoorbeeld Edwin wel nog heeft. Daar lukt het mij gewoon heel makkelijk om te spinnen, omdat je daar heel veel ruimte hebt. Maar hier met deze beugels niet helaas. Maar we gaan er zo meteen starten op de Caribbean Beach Party Company van Hans van Tol. Ofwel, gaan wij tollen op tol? Weet je maar nooit. Maar ik zou zeggen, enjoy the ride! Yeah, I'm stuck in it, it's gone. Nou, dames en heren, jullie hebben dus de hoorn gehoord, dus wij gaan nu echt starten. Zuur zwaaien, tempo draaien op de Caribbean Beach Party Company. Haha! Enjoy the ride! Here we go. Is that bad? Piepen. Dat is op de powerpoliet niet. Die zijn heel erg soepel gesmeerd en dat heeft mooi goed tegengedraaid. Deze niet. Maar misschien later als je daar niks van hoort. Maar die hoor je altijd heel snel. Deze piepende kruisen.
best wel lekker op deze pony. En zo meteen als ze de turbo in gaan knallen, dat gaat zo meteen gebeuren. Dan gaan we op zijn snelst. Sneller dan de Powerpoliep, als het goed is. Maar dan gaan we ook snel de finale inknallen. Naar beneden. Van Nederland. Maar dit is ook wel een leukje. De Turbo Poliep!